Maar ik blijf het toch een beetje in. Ja, dat scheelt dan in ieder geval in ieder. Moet je zeggen dat ik dit ontzettend bijzonder vind. Dat wij de afgelopen periode eigenlijk van Meet the Press een hele mooie traditie hebben kunnen maken. Waarbij u graag ook aanwezig bent. Niet om alleen een borreltje met elkaar te pakken. Maar ook informatie uit te wisselen, elkaar te inspireren. En eigenlijk in anderhalf uur tijd een trip te maken eigenlijk door de wereld. De wereld van de journalistiek. Voor Cinec Den Haag zijn we in het gemeentehuis van Den Haag. Vandaag een Meet the Press bijeenkomst met Hans Laroes van de NOS. Zoals u kunt zien, er zijn heel veel verschillende mensen hier aanwezig. Uit de politiek, uit de pers. Hans Laroes. WikiLeaks is voor ons, voor mij ook, natuurlijk ook gewoon een spannend verhaal. Ergens in december, toen WikiLeaks voor de tweede keer publiceerde en dus aankondigde dat ze de 250.000 kabels van de Amerikanen in bezit hielden, kwam onze correspondent in Washington, Elke Bos van Roosdam, simpelweg met de vraag: maar waarom hebben wij die niet? Zouden wij die niet moeten hebben? Het antwoord is natuurlijk heel simpel: ja. Want wij zijn weliswaar niet The Guardian of The New York Times, maar wel heel erg geïnteresseerd. En in die tijd zijn we begonnen met de eerste contacten te leggen. In de hoop natuurlijk dat dat tot iets zou leiden. Maar WikiLeaks lijkt misschien, zeker gegeven de omvang van het werk en de impact die ze hebben, lijkt een grote organisatie, maar is eigenlijk een groepje van maar een paar vrijwilligers rondom Assange die zich het leplazerig werken voortdurend met allerlei nieuwe problemen worden geconfronteerd en ze hebben geen telefoonnummer. Zoals Wim Kok ooit vroeger zei, als het ging over de vraag of het grootkapitaal ergens achter zat, heeft u voor mij het telefoonnummer? Dat wilde hij overigens later niet weer horen van Kees Schavendaal, toen Kees diezelfde vraag aan hem stelde. En zei: meneer Kok, heeft u voor mij het nummer van het internationaal terrorisme? En dat was op een maandag, ergens in de eerste helft van januari, via Eelco de vraag kregen of iemand van ons de volgende dag in Engeland zou kunnen zijn. In Norfolk, waar de mansion staat waar Assange onder huisarrest zit. En dat kon, dat leek ons wel verstandig. We kregen toen via het IJslandse contact ook vrij snel door dat zij serieus waren en dat ze serieus van plan waren om contact met ons te leggen en met ons in zee te gaan. Niet op basis van exclusiviteit, maar wel als eerste. Dus wat ik toen heb gedaan, want behalve hoofdredacteur van het NOS, van NOS Nieuws, met alles wat erbij hoort, ben ik ook een klein jongetje die journalistieke ontwikkeling soms heel spannend vond. Dus wat ik toen heb gedaan is met een kloppend hart het vliegtuig genomen naar Norwich. En daar in een hotel gaan zitten totdat er contact zou worden opgenomen. Het klinkt een beetje als een soort avonturenroman en elementen daarvan zaten er ook wel in. De digitale media, de social media, zijn niet per se de oorzaak, maar zijn wel een hele belangrijke infrastructuur. En als iemand zegt, ja maar in Egypte heeft maar 5% van de mensen Facebook, dan zal dat ongetwijfeld wel waar zijn. Maar ik denk dat onder degenen die de revolutie hebben veroorzaakt, de dekking misschien wel 98% is. En daar is het een middel voor informatieuitwisseling en vooral om te laten weten dat je niet langer alleen bent. Het is ook een middel om contacten te leggen over de grenzen van je land heen. En dat middel is naar mijn idee enorm krachtig. Wat vindt u eigenlijk van de lokale zaken? Bent u bereid om als hoofdredacteur van de NOS bijvoorbeeld contact met ons als Cineact te onderhouden? Tuurlijk, want wij willen contact met iedereen. En dat heb ik ook uitgelegd, dat iedereen, of het nou laat ik zeggen, lokale omroep is, of iemand met een mobieltje die iets ziet, of iemand die iets weet over een bepaalde zaak waar wij ook iets van willen weten, die beschouwen we als nieuwspartners. Dus die kunnen samen met de NOS verhalen maken. Het enige is dat wij altijd de keuzes maken. Dus het gaat erom, vinden wij het een interessant verhaal of niet? Dat klinkt arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Want dat is wat wij moeten doen. In het 8-uur-journaal kan je 7 verhalen kwijt. Altijd kiezen. Ja. Hartelijk dank. En dames en heren, ik zou zeggen, pak een glaasje. Dank je wel. Zouden wij misschien u later kunnen verwachten als u klaar bent met de NOS? Als bestuurslid van een lokale wijkmedia. Nou, wie weet. Vanaf 1 juli ben ik vrij, dus dan heb ik weer tijd voor bepaalde dingen. En ik vind alles wat met journalistiek te maken heeft en alles wat mensen zelf bedenken, daar ben ik wel voor. Dus kom maar op, zou ik zeggen. Vanuit het gemeentehuis was dit Cineac. We gaan nu door met het volgende item. Door!